Hallo kijkers en toekijkers, goed in je video. Ik speel het spel nu ook. Ik speel nu ook het spel Keisje. Voor als je niet weet wat het spel Keisje is, kijk dan vooral de video van de Koen van de Bankzitters. En dan zul je het meteen begrijpen. Het spel dat je heel veel keisjes moet vangen. En dan kun je ook mannetjes unlocken. Dus laten we gaan beginnen. Oké, ik ga dus spelen als Robbie. Hij is een van de karakters die ik onlangs geunlocked heb. De bedoeling van het spel is eigenlijk heel simpel, je moet gewoon een beetje springen over alles heen. Die bal mag je niet raken, anders ga je dood. En je ziet kaarsjes, die moet je zoveel mogelijk proberen te vangen. Ja, dus het spel is gemaakt door Koen van de Bankzitters. Oh ja, nu zijn er sound effecten. Voor elke parachute is een sound effect toegevoegd. En laat even weten in de reacties wat jullie record is. Mijn record is net iets 500 kaartjes of zo. Ik heb nog nooit 1000 gehaald. Maar waarschijnlijk haal ik dat ooit wel een keertje. Eigenlijk heb je twee soorten recorden. Je kan je record hebben van aantal kaartjes. Maar je kan ook je record hebben van aantal tijd. Je ziet ook linksboven het aantal tijd. Ik wil best wel pijnlijk om door zo'n grote mes geraakt te worden. Of verpletterd worden door die bal. En ook best goed eigenlijk. Oh, wat is dit? Ik probeer te bukken. Laat ik eens spelen als Milo. Hij is het manneke met grote hoofd. Hij loopt zo een beetje als een ninja. Oh, rip. Ik wil best wel een challenge om dit spel te spelen zonder enige kaarsjes aan te raken. Dat is waarschijnlijk onmogelijk, want sommige kaarsjes raak je sowieso aan als je niet dood wilt. Oh, wat een mooie save. We zitten weer bij de 100. Sommige kaarsjes zijn jammer dit. We gaan er weer eens volop voor. Het is niet zo handig om zo je telefoon vast te houden. Heel tijd. Nu op de telefoon. Wiep. Daar gaan we weer. Oh, dat was mooi gedaan. Het zou wel leuk zijn als ze ook meerdere levels toevoegen, want voorlopig is het nu eenmaal allemaal hetzelfde. Oh, tjie. Prep. Deze keer ga ik voor een betere score. We hebben weer die groene kaarsjes. Oh, dat was raar. Elke keer bij die groene kaarsjes ga ik dood. Ik weet niet eens wat het doet. Met al deze kaas kan je wel veel kaasgerechten maken. Dit spel heeft ook al best veel downloads. Nu ik dat opneem, 100.000 of zo. Oh ja, weer een sound effectje. Ik vind de sound effecten steeds leuk. Ik weet nog niet van alle personages de sound effecten. Enkel van personages die ik unlocked heb. En dat zijn er voorlopig nog maar 3. Ik ben ook van plan om alle andere karakters te unlocken. Alleen sommige kan ik niet unlocken. Want daarvoor moet ik dan geld uitgeven en ik vind dit spel wel leuk. Maar ik wil nog niet echt geld aan uitgeven. Ze kunnen wel hoog springen. Ze kunnen meerdere keren hun eigen lengte springen. Oh ja, nu gaan we weer dat sound effect horen. Oh, we hebben weer die groene kaarsen. Oh, volgens mij is het gewoon veranderd dan steeds. Dan zijn knoppen gewoon omgedraaid. Oké, nu snap ik het, zijn als vervarend. Laten we een keer als Koen spelen. Hij is de eerste karakter die je hebt in het spel. Hij is ook de bedenker van het spel. Dus zonder hem hadden we dit spel niet gehad. Buiten zijn ze hier ook aan het werken bij de buren. Ik hoop dat jullie het steeds niet horen. Oh, dat is dubbel. Dat heb ik nog niet vaak gehad. Is denk ik nieuw sinds vandaag of zo, want gisteren had ik ook gespeeld. Ik zo met vrienden ergens naartoe en dan zaten we op de bank en gingen we de hele tijd kaarsjes spelen. Was best gezellig, maar toen was dat er nog niet dat je het dubbel kon hebben. En nu al, oh ja, dit is weer de parachute. We zitten bijna aan de 200 kaarsjes. Ik hoop misschien nog 600 te halen of zo, dan heb ik weer een persoonlijk record. Jij 300. 2 minuten qua tijd. Weer tonnen. Ah, rip.
Ja, nog één keer proberen en het wordt ook toch de laatste run van een video. Oh, springen. Ah, rip. Maar dit was dan een video, hopelijk vond je het leuk. Laat niet vergeten om in de reacties neer te zetten wat jouw record is. En dan zie ik je terug bij een volgende video dus. Ciao.